Hey, leuk dat je kijkt naar Techniek Tips en Tricks. Deze keer ga ik je laten zien hoe je siliconen mallen kunt maken. Voor het maken van siliconen mallen heb je een bak water, handzeep, transparante siliconenkit, voorwerpen waar je mal van wilt maken, bakjes om de mallen in te laten drogen en bakspray nodig. Ik had ook nog handschoenen, maar dit bleek niet echt te werken. Eerst doe je een flinke scheut handzeep in de bak met water. Dit meng je goed. Door dit mengsel is de kit namelijk tot een deeg te kneden. Vervolgens zet je de voorwerpen en de bakjes waar het in moet drogen in, bijvoorbeeld met bakspray. Dan ga je beginnen met de siliconenkit in het water te spuiten. Daarna probeerde ik het dus eerst met handschoenen aan te kneden, maar deze stoten de kit door het sopje niet genoeg af. Dus ik voegde meer kit bij en ging verder zonder handschoenen aan. Zorg dan wel dat je handen overal van het sopje hebben zitten, zodat de kit niet kan blijven plakken. De hoeveelheid kit die je nodig hebt, ligt aan de grootte van het voorwerp waar je mal van wilt maken. Zelf bleek ik uiteindelijk best groot voorwerp te hebben gekozen en had ik veel siliconenkit nodig. De kit wordt door het kneden in langzaam niet meer plakkend deeg. Dan kun je het ingevette voorwerp erin drukken. Zorg er hierbij voor dat de siliconen goed tegen het voorwerp aan zit, maar dat je het voorwerp niet te hard aandrukt. Er moet ook nog siliconen onder het voorwerp zitten. Bij het vormen moet je je handen wel nat houden met het sopje, zodat de kit niet kan gaan plakken. Daarna laat je het in een bakje drogen. Zo maakte ik twee mallen. Dus weer kit in het sopje spuiten en kneden tot een niet plakkerig deeg. Ook dit voorwerp is groot, dus moest er meer kit bij. Wanneer de kit deeg goed is, kun je het ingevette voorwerp erin doen. Zorg wel dat je handen en de siliconen vochtig blijven door ervan het sopje op te doen. Let er bij je voorwerp trouwens wel op dat hoe smaller de opening van je mal is, hoe moeilijker het voorwerp eruit kan. En dat is wel de bedoeling bij je mal. Ook deze laat je vervolgens drogen. Na 2 à 3 uur drogen zijn de mallen klaar. Dan plakt de siliconen namelijk niet meer, ook al is deze droog. Probeer dus eerst met je vinger of de mal nog plakt, voor je hem helemaal in de hand pakt. Als eerste probeerde ik een mal van de voorkant van een beertje te maken. Omdat de binnenkant van een beertje hol is, had ik hier papier ingestopt en afgeplakt met plakband. Helaas bleek bij het verwijderen van het voorwerp dat ik de beer er te diep ingedrukt had. In het midden zit er daardoor een gat in de mal en is deze niet bruikbaar. Maar ik maakte ook een mal van een lotuskaars. Hier ging ik dus voorzichtig mee aan de slag om de randen los te maken.
Vervolgens het voorwerp eruit halen en de mal van de lotuskaars is wel gelukt. Zo kun je de mal gebruiken om zelf een kaars mee te maken. Bedankt voor het kijken naar deze extra video. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vindt. En wil je vaker video's van mij zien? Dan kun je je abonneren op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende keer!